Deelnemers startvrij. Derde koers, dames en heren, is de Perret GCC-prijs. Koers voor amatrices en amateurrijders. Paarden gaan nu al richting baan. De favoriet is de 5 Classic Dream met Martin Blankendaal. Paarden draaien, start gevallen. Zo snel gaat dat. En het begint met een galopade voor de deelnemer in het midden van de baan. Dat is de 3-3 Adeboko. Loopt inmiddels wel weer. En de leiding is genomen door de favoriet Classic Dream. Classic Dream gaat als eerste de bocht in op de tweede plaats. Doc Holliday galopade nu voor Dream of Moments. Dream of Moments springt weg de 1. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. Leiding in handen van Classic Dream. En Martin Blankendaal kijkt eens opzij en denkt, wie gaat mij nou aanvallen? Dat is S. Promise met Geert van Keulen. Die houdt wel van een aanvallende rit. Heeft een tijd niet gereden. Dit is zijn tweede koers weer in een lange tijd. Daarachter aan de relingzijde Doc Holliday. En daarachter volgt 3 Adeboko. Dan valt er een flink gat naar Iron Migliore. Dan Chubby Bobber. Dan Cicero Boko. En aan de buitenzijde daarna Zoe ter Sijpen. Zo gaan de paarden de linker bocht in. Komen zo meteen in de rechte lijn voor de tribune. En als ze de finish passeren, hebben ze nog 2 volledige ronden te gaan. En de druk aan de buitenzijde wordt wel opgevoerd, maar Classic Dream leidt nog altijd. Classic Dream heeft de tempo ietsje teruggenomen aan de buitenzijde S. Promised. Daarachter aan de relingzijde volgt Doc Holliday. De rest van het veld komt nu ook dichterbij en door het derde spoor gaat naar voren Zoe ter Sijpen. Zoe ter Sijpen valt 3 dik aan en zo gaan ze de rechterbocht door. Leiding nog altijd makkelijk in handen van Classic Dream. Laatste keer lag hij in Groningen zo aan kop en toen won hij heel makkelijk. Uitgeschakeld nummer 1, galop nummer 1. Toen won hij heel makkelijk en Classic Dream is nu hetzelfde van plan. Zo zijn de paarden in de rechterlijn overzijde. Uitgeschakeld nummer 4, galop nummer 4. Dus niet de nummer 4. 4 is eruit. Paarden gaan de bocht in. Classic Dream. Naar de buitenzijde daarnaast ligt dan S. Promised. Daarachter aan de relingzijde volgt dan Doc Holliday. Daarachter Iron Migliore. Door het derde spoor komt Zoe ter Sijpen. Zoe ter Sijpen al een ronde 3 dik. En zo gaan de paarden de rechte lijn voor de tribune in. En hebben straks nog 1 volledige ronde te gaan. Blankendaal doet niks anders dan kijken. Aan het eind van de avond moet ze hier zijn nek gaan insmeren met tijgerbalsem. Want het kost wat moeite om hier de hele tijd maar achterom te kijken. Dat is het enige wat Blankendaal hoeft te doen. Want hij heeft de handen meer dan vol achter Classic Dream. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde voor de laatste keer in. Classic Dream, daarachter Doc Holliday. Daarachter aan de relingzijde gaat Promised, die is uitgeschakeld van de benen. En zo gaan de paarden op weg naar de laatste bocht. En nu gaat hij pas voluit, Classic Dream. En Classic Dream heeft een anderhalve lengte voorsprong. €2,70 voor iedere ingezette euro. Brengt hij als hij als eerste de finish haalt. En zo gaan ze de laatste bocht in. Classic Dream. En waar is hij op dit moment? Hij is halverwege de laatste bocht. En Classic Dream gaat sterk. Doc Holliday ligt daarachter, wacht op ruimte. Maar valt nu ook ietsje terug. Daar komt aan de buitenzijde Iron Migliore. Daar komt aan de buitenzijde ook Zoe ter Sijpen. En nu gaat Blankendaal pas voluit. Daar komt hij. Classic Dream aan de buitenzijde komt Chubby Bobber. Classic Dream gaat hem winnen met een halve lengte. Chubby Bobber is tweede. Derde is Zoe ter Sijpen. De 5 wint voor de 8. En dan de 9. 5, 8, 9 voorlopig.